Hey mensen! Is vloggen tijdens het rijden verboden trouwens? Ik weet het niet, maar ik doe het gewoon. Want het staat vast nog niet in de wet. Ik bedoel, rijden. Het is niet dat ik aan het bellen ben of zo, weet je wel. Dit is nog veel gevaarlijker. Dus waarom... Oh, het is groen. Oh, stuur is ook echt naar. Oh, schaak. Oh, dit is echt dom. Maar ik moet toch wat doen om deze vlog boeiender te maken, weet je wel. Want ik kan niet gewoon... Oh, het is ook veel te donker. Ik kan niet gewoon thuis zitten. Ik kan niet gewoon thuis zitten en dan gaan vloggen. Dat vind ik veel te saai. Dus ik moet dingen gaan doen. Want zo ben ik. Ik ben heel avontuurlijk ingesteld. Maar... rijden, dat is wel... Het is wel gevaarlijk. Maar er gebeurt niks. En als er iets gebeurt, dan hebben we in ieder geval leuke beelden. Ja toch? Dat telt ook. Je moet ook leuke beelden hebben. Je moet dingen zeggen die belangrijk zijn. Iets wat ik nooit doe. En er moeten leuke beelden zijn. Iets wat ik nooit heb. Dus ik dacht... Ik doe het eens in de auto. En dan, weet je, misschien dat dan er verandering in komt in mijn vlogs. Ik moet even opletten, mensen. Als ik niks zeg een hele lange tijd, dan is er of iemand dood. Of ik moet me even op de weg concentreren. Beide hoeft nu niet. Ik blijf gewoon lekker doorpraten. Ik weet eigenlijk nog helemaal niet waar ik het over. Oh, ik weet nog niet waar ik het over wil hebben. Het is weekend. Ik ga helemaal niks doen vanavond. Normaal gesproken zou ik naar een feestje gaan. Maar ik heb een gehoorsbeschadiging opgelopen. Ik ben veel te vaak... Het is veel te donker hier, jongens. Even een lampje, dankjewel. Ik ben iets te vaak naar harde feestjes gegaan. Ik heb nu een heel zachte piep in mijn oren. Misschien gaat het nog voorbij, dat weet ik niet. Maar het is wel jammer, dus ik wil eventjes mijn oren rust geven. Zorgen dat... mijn oren een beetje tijd hebben om te herstellen en wow, mooi rood, mooi. En dan zorg ik gewoon dat ik weer een beetje gezond word, want dat moet ook gebeuren. Moeilijke bocht, maakt niet uit, we gaan gewoon even schakelen. En, oh ja, dus in ieder geval zaterdag, het is weekend, yay, hoe was jullie week? Vakantie, oh nu gaat school weer beginnen natuurlijk. Ah, naar voor jullie. Oh, dat klinkt heel rot, heel erg gemeen voor mij, want ik heb geen school. Ah, ik heb geen school, mensen. Maar als ik school had gehad, hè, dan had ik nu ook weer moeten beginnen. Ah, oh, daar zou ik er geen zin in hebben. Oh. Wat voor school doen jullie eigenlijk? Ik ben wel benieuwd naar jullie educatie. Ik ben benieuwd of het mag vloggen. Het mag echt niet. Ik ben wel echt de sjaak als ik gepakt word, mensen. Ik heb laatst een bekeuring gekregen van 100 euro... omdat ik te snel reed. Pff, 100 euro. Alsof ik die ga betalen. Ja, die ga ik betalen. Maar het is wel naar. 100 euro. Hallo. Oh, ik schakel verkeerd. Omdat ik me concentreer op praten en niet op rijden. Wat echt heel erg gevaarlijk is. Nooit doen, mensen. Ik heb speciaal rijbewijs. Dat ik mag vloggen tijdens het rijden. Want het is toch ook deel van mijn werk. Dus hebben we ook geoefend tijdens het halen van mijn rijbewijs. Was ook vloggen tijdens het rijden. ik heb mijn rijbewijs. Dus ik ben geslaagd. Oh, het is groen. Oké. En wat ik nog wou zeggen. Educatie, daar was ik over aan het praten. Wat voor opleiding doen jullie? Want ik ben wel benieuwd naar welke opleiding mijn kijkers doen eigenlijk. Zitten de meesten nog op basisschool? Of is dat allemaal wel middelbare school? En wat dan? Of zijn het al vervolgstudies? Dat kan ook. Vervolgstudies en dan komt na de middelbare school. Maar de mensen die vervolgstudie doen, die weten dat best. Ik ga stoppen. Laat een reactie achter met welke opleiding je doet. Het is veel te donker. Ik kan toch niet afsluiten in het donker, jongens. Laat een reactie achter met welke opleiding jullie doen. En ik ben heel erg benieuwd. En dan zie ik jullie morgen gewoon weer met een nieuwe vlog. Hopelijk wat spannender en hopelijk overdag er. Wat meer overdag. Want het is nu wel erg donker. En dat is jammer. Oh nee, het enige plekje. Oh, oké. In ieder geval, ik zie jullie morgen. Laat een reactie achter. En ik ben heel benieuwd. Wat?